Stop. Ah. Yo, bedankt hè. Ja, ik wil eigenlijk alleen even laten zien hoeveel afval er ontstaat bij een operatie. In dit geval dan mijn bijna operatie. Het is wat, hè, wat je hier allemaal ziet. Alle mensen joh, Laurens. André, welkom. Mooi dat je hier bent. Dit is dus wat we net allemaal al zien aan spullen en dingen bij één OK-operatie. Dit is voor één operatie. Ja, wat je nu ziet, we hebben de operatiecentrum gevraagd om te laten zien wat wij in 2 dagen tijd alleen aan verpakkingsmateriaal verzamelen op ons OK-complex. Dit is dus in 2 dagen? Dit is van 2 dagen tijd alleen verpakkingsmateriaal. Dus dit is allemaal schoon. En het materiaal wat nog gebruikt gaat worden voor patiënten, wat vies materiaal is, dat hebben we niet kunnen sparen. Maar dan raak je het plafond hier. Zoveel is dat. We hebben al gezien wat ik allemaal aan had. Dit zijn dan die doeken. Ja, wat je ziet, dit is verpakkingsmateriaal. Hier pakken wij onze instrumenten sets in. Dit zijn doeken die eigenlijk van plastic zijn gemaakt. En per set doen we 2 van deze doeken. Dit is materiaal, 1 kant papier, andere kant plastic. Alles wat wij gebruiken is dubbel verpakt. Dus we doen plastic in plastic en alle losse materialen die we hebben zijn dubbel verpakt. En als je doorgaat, als je de zak leegtrekt, je komt van alles tegen. Alles is per stuk verpakt. En dat moet natuurlijk vanwege die high care. Het moet allemaal hygiënisch, het moet goed zijn. Maar heel veel afval. Het verpakkingsmateriaal wat je hier ziet is van ongeveer 100 operaties. En als je erna gaat dat wij er 16.000 per jaar doen als ziekenhuis. En wij zijn nog maar 1 van de meer dan 80 ziekenhuizen in Nederland. Dan kun je je wel voorstellen wat een enorme berg afval wij als zorgsector produceren. Als je dit ziet, als je dit elke dag weg moet gooien. Wij willen dit eigenlijk gewoon zelf niet meer. Nee. Ja, we zijn het project De Groene OK begonnen en daarbij hebben we een aantal mensen bereid gevonden die op het OK-complex werken. En zijn we ons gaan focussen op de CO2-voetafdruk die wij hebben. En we weten dat energie slokt veel op, maar afval is een hele zichtbare, het is een tastbare. Jij en ik hebben thuis allebei een oranje bak staan. Ja. Maar ik heb hem niet staan op mijn OK-complex. Helaas. En het inzamelen van plastic, zoals jij en ik dat thuis doen, daar zit subsidie op. Maar voor bedrijven en ook voor ziekenhuizen is daar geen subsidie. Dus wij zitten er eigenlijk mee dat het zo duur is, dat we als ziekenhuis liever het geld wat het kost investeren in zorg, betere zorg, innovaties, dan dat we dat geld spenderen aan het afvoeren van dit afval. Ja, dus dit gaat gewoon huppakee naar restafval? Dit wordt allemaal verbrand. En we zijn nu heel concreet plannen aan het maken en ook aan het uitvoeren over het verwerken van deze grondstof tot nieuwe producten. Oftewel recyclen. Het materiaal wat hier ligt is allemaal schoon. We kunnen dit aanraken, we kunnen erover praten. Maar dit is, nou, ik denk ongeveer 1/3 van het afval wat wij produceren als je al het vieze afval meetelt. Het vieze afval, wanneer is het? Daar zit jouw bloed aan en dat is materiaal waar je eigenlijk niet meer bij kan komen. En dit is heel interessant, want dit is een product wat al het afval, ook het vieze afval, kun je vermalen in een soort machine. Die machine maakt van dit, wat je allemaal ziet, snippers, maar ook van het vieze afval. Die steriliseert dat, dus die zorgt dat alle vieze dingen doodgaan en het niet meer gevaarlijk is. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar maken ze dit van. En dit is een harde plaat. En dit kunnen we gebruiken als bouwmateriaal. Dit is in ontwikkeling? Dit is in ontwikkeling. Nog meer dingen? Maar wat we al hebben, en daar ga ik jou mee op pad sturen. Ik geef jou hier een zak. Ja. Die mag je meenemen naar Ben Jansen van het Carmel College. En die gaat jou verder laten zien wat zij ermee doen. Mee naar beneden dus? Mee naar beneden. Hey, succes met de Groene OK. Dankjewel. En met je mooie... Oh, ik kom helemaal niet los, joh. Ik zit nog helemaal vast. Zal ik je eens even helpen dan? Ah! Ben. Hey, André! Kijk wat een timing, hè? Ik had dit voor jou, geloof ik. Ja, hè? Ik kom even wat afval ophalen. Maar gaat het altijd gewoon zo in die bakfiets? Ja. Ja, want leg even uit, hoe is dit dus ontstaan? Jij hebt gedacht, wij kunnen hier wel wat mee met die handschoentjes en alles. Nou, laat nou dat wij bij het Twents Carmel College in Oldenzaal een paar hele mooie machines hebben staan. Waar we deze kunststoffen mee kunnen bewerken. Tot nieuwe voorwerpen eigenlijk en onderdelen van werkstukken. Dan wordt het grondstof in plaats van afval. Dat is de bedoeling. Ja. Dit is de shredder. Dit is de sheet press. En dit is de vacuümvormer. Ik heb dus in Enschede een heleboel afval opgehaald bij het Medispectrum Twente. Dit wordt normaal allemaal verbrand in de verbrandingsoven. Nou, wat hebben wij daarmee gedaan? We hebben daar dus granulaat van gemaakt, zoals je hier ziet. Hele kleine stukjes kunststof. Van het kunststof hebben wij vervolgens een plaat gemaakt.
En een van de werkstukken die je daar dus mee kunt maken, zijn in dit geval die maskers die we gemaakt hebben. Die ziet u hier. Ja, er zijn nog meer voorbeelden. Een brandweerhelm, body van een Porsche bijvoorbeeld. We kunnen zelfs proberen de auto van Max Verstappen na te maken. Waarom vind jij dit zo belangrijk? Ja, en mensen zoals jij en ik, we zijn allemaal wat ouder, zijn wat moeilijker daarin om zich aan te passen en te veranderen. En laten we daarom beginnen bij de kinderen en die meenemen in het proces. Ja. En dan gaat het misschien wel makkelijker. Dus de komende periode zien ze jou hier op die bakfiets spullen halen. Ja. Succes, fijne middag. Ja, maar Jan, het OK heeft heel veel afval, maar zo'n heel ziekenhuis natuurlijk nog meer. Ja, zeker. Jaarlijks hebben wij 1 miljoen kilo afval. Nou, op dit afvalplein hier kun je dat wel zien. Ja. Er komt karton, maar ook etensresten, een heleboel plastic uiteraard. En een heleboel specifiek ziekenhuisafval dat allemaal ook verbrand moet worden. Ja. Ja, los van de afval doen jullie dus nog meer? Ja, zeker. Wij zijn een van de grootste ziekenhuizen in Nederland. En ja, het is belangrijk dat zowel onze patiënten als bezoekers ook kunnen ontspannen. En daarom hebben we met de nieuwbouw hier een prachtige groene binnentuin gecreëerd. Je kan je voorstellen dat zo'n groot ziekenhuis als MST ook heel veel energie verbruikt. Ja. Hier is de energiekamer van ons ziekenhuis waar je 3 grote warmtepompen ziet staan. Wat is de impact van deze grote warmtepompen? Nou, door deze warmtepompen is ons gasverbruik bijna gehalveerd. En dat betekent dus ook dat onze CO2-uitstoot bijna gehalveerd is. De parkeergarage. Ja, we zijn een heel groot ziekenhuis met 7 verdiepingen. Nou, daar hangen natuurlijk enorm veel lampen. Daarom zijn we begonnen met het vervangen van de verlichting door LED-lampen. Dat zie je hier ook in de parkeergarage. Ja. En wat bespaart dat? Nou, voor de parkeergarage bespaart dat alleen al aan 55% aan stroom. Het belangrijkste van het ziekenhuis is natuurlijk mensen beter maken. Ja. En dat willen we graag op een zo duurzaam mogelijke manier doen. Precies. En dus ook daarom op de fiets? Ja, zeker. Wij hebben 4000 medewerkers. Dus we proberen hen allemaal te stimuleren om op de fiets te gaan. Succes met het groene ziekenhuis. Dankjewel, hè.